Oké, ik wil het dus hebben over Jehova's getuigen. Want er stonden dit weekend twee mensen bij mij op de stoep. Hele normale mensen, heel vriendelijk, nette kleren. En die wilden mij graag wat vertellen. Dus ik heb ze toen binnengelaten, een kopje thee gemaakt. Want ik ken ze al 20 jaar, het zijn mijn buren. En die vertelden me dat ze Jehova's getuigen aan de deur hebben gehad. En die Jehova's getuigen vertelden dat de wereld voor Jehova's ooit een paradijs gaat worden. En dat ze daarom zoveel mogelijk volgelingen zoeken. Nou, daar wilde ik wel meer van weten. Het paradijs, dat klinkt wel aantrekkelijk. Maar toen kwam ik dit tegen. Misbruik, angst en uitsluiting bij Jehova's getuigen. Dat blijkt uit een documentaire die onlangs is verschenen. En daar zijn nu zelfs kamervragen over gesteld. Jeetje, dat is wel iets heel anders dan wat ze tegen mijn buren zeiden. Nou, wat gebeurt er allemaal? Wie zijn die Jehova's? En waar zijn ze allemaal getuigen van geweest? Dat wil ik wel eens weten, dus het is tijd voor... Ja. Avondshow tot op de bodem met vandaag de Jehova's getuigen. Nou, eerst maar even wat basics voor iedereen die altijd meteen de deur dicht smijt. Waar staan Jehova's getuigen voor? Nou, het woord Jehova betekent God. En Jehova's getuigen zeggen dus dat zij zijn getuigen zijn. En dan niet getuigen zoals in de rechtbank van... Hey, ik heb het God zien doen hoor, edelachtbare. Hij heeft alles gemaakt in 6 dagen, ik was erbij. Nee, getuigen in de zin van dat ze opvattingen of waarheden... waarvan ze overtuigd zijn, bekendmaken. En dat bekendmaken doen ze door bijvoorbeeld langs alle deuren te gaan. En dan denk ik, organiseer gewoon 1 keer een goede persconferentie. Dan zijn we er meteen vanaf. Maar nee. Het is dus een christelijke stroming die bestaat sinds de 19e eeuw. En deze Jehova's getuigen vertelt waar ze precies van overtuigd zijn. Nou, we zijn als Jehova's getuigen zijn we christenen. Dus we doen ons best om het voorbeeld van Jezus na te volgen en datgene wat er in de Bijbel staat. Ja, ze volgen de Bijbel, maar ze hebben daar wel een eigen vertaling van gemaakt. Omdat ze vinden dat de gangbare Bijbelvertalingen te veel beïnvloed zijn door allerlei heidense filosofieën. Bovendien zijn Jehova's ervan overtuigd dat het einde der tijden eraan komt... en dat er 144.000 mensen naar de hemel gaan om met Jezus te regeren. Ze gaan samen regeren? Wat een formatie moet dat worden? Hier beneden is het met 4 mensen al niet te doen, maar oké. Dus die mensen komen in de hemel en wat gebeurt er dan met de rest? Nou, dat werd in de jaren 70 al een keer goed uitgelegd door een jongetje in Den Haag. Er zal allerlei plagen en zo over de wereld heersen. Jij gelooft dat je gered zal worden? Ja, als ik mijn best zal doen, dan zal ik wel gered worden. En je vriendjes en je vriendinnetjes die niet van Jehova's getuigen zijn, wat gebeurt daarmee? Ja, er zit geen grote kans meer voor, hè. Die zullen wel doodgaan. Die hebben pech gehad. Ja, die hebben pech gehad. Deze jongen die heeft later nog de Haagse remake van Armageddon gemaakt. En de tegtijden, iedereen naar de kanker. Het einde der tijden is al een paar keer aangekondigd en niet doorgegaan. Het zou ooit in 1914 zijn, daarna in 1975. Maar ja, dat jaar werd Katja Schuurman geboren. Dus toen dacht God, ik kijk het nog even aan. En nu staat volgens sommige Jehova's het einde der tijden gepland voor 2034. Dus misschien voor die tijd niet meer heel duur je huis gaan verbouwen. En voor ons klinkt het misschien raar, maar ja, met een grote groep mensen allemaal in hetzelfde geloven, dat zorgt natuurlijk wel voor een enorm saamhorigheidsgevoel. Het mooie daarvan is dat het een heel groot sociaal netwerk is. Dat er altijd iemand voor je klaarstaat. De gemeenschap, de gezelligheid onderling, de contacten die je allemaal had ook. Het met elkaar eten, alles delen met elkaar ook. Dat is zo prettig, voelt dat wel. Ja, dat klinkt goed. Maar het mag dan gezellig zijn bij de Jehova's. Het is niet elke dag feest. Sterker nog, het is nooit feest. Maar we hebben ook dat we bijvoorbeeld geen kerst en zo vieren. Sinterklaas niet, verjaardagen. Soms vind ik het wel jammer, want ja. Ik wil gewoon wel met carnaval. Maar niet alleen om het dat te vieren, maar gewoon omdat ik verkleden heel leuk vind. En het mag wel of niet? Dat mag ook niet. Nee. Ja, dat is zielig, al mocht ik vroeger ook geen carnaval vieren. Want wij geloofden thuis in smaak. Maar volgens de Jehova's getuigen vinden kinderen het helemaal niet erg dat ze niks mogen vieren. Op hun website zegt de 6-jarige Erik dit. In 10 minuten een paar cupcakes eten en een liedje zingen. Dat is toch geen feestje? Je moet eens bij mij thuiskomen. Dan zie je wat een echt feestje is. Erik, 6. Ik geloof niet dat dit echt een quote is van een kind. Arjen, 13. Nee, je mag bij de Jehova's getuigen dus heel veel niet. En als je de regels overtreedt, dan krijg je straf. Dat zag ik op hun website. Daar hebben ze allemaal van dit soort educatieve tekenfilmpjes. Papa zegt dat ik straf heb. Weet je nog wat de Bijbel zegt? Jehova corrigeert? Jehova corrigeert mensen van wie hij houdt. Ik hou van je, papa.
Je geeft me zo vaak straf, dan hou je wel heel veel van me. Klopt, David. Heel veel. Ja. Hier gaat het beeld op zwart, want vader gaat hierna weer even laten zien hoeveel hij precies van David houdt. Volgens mij vinden Jehovah's getuigen het gewoon heel belangrijk dat kinderen zich niet vermaken. Hier, dit is nog een ander filmpje van hun website. Wat voor pop is dat? Het is Bardock, de vechtende tovenaar. Oh, een vechtende tovenaar? Ik heb hem van een vriendje. Oh, je hebt hem van een vriendje. David, wie houdt er van toveren? Jehovah of Satan? Satan. Precies. Toveren is slecht. Daarom haat Jehovah het. What the fuck, David? Je had Sparlock van een vriendje geleend. Die kun je niet zomaar in de kliko flikkeren. Maar wat gebeurt hier? Jehovah's zijn dus tegen toveren. Een niet bestaande activiteit van een niet bestaande tovenaar in een Sparlock via een niet bestaand animatiegezin. Ik zit helemaal in Team Sparlock, nu al, toch? Go Sparlock! Team Sparlock! Satan superheld! Team Sparlock! Ja, dus. Ze verbieden kinderen van alles en geven graag straf. En die straffen die kunnen heel heftig zijn. We luisteren even naar een man die als jongetje op school stiekem meedeed aan de toneelles. Ik werd naar boven gesleurd naar de zolder en kreeg met een stok bijna 12 stokslagen omdat ik bijna 12 jaar was. Maar ja, dat is verschrikkelijk. Maar toch even, als ze geen verjaardag mogen vieren, hoe weten ze dan hoe oud hij is? Ik zou daar dan gewoon over liegen, toch? Hoe oud ben jij? 0. Nog steeds? Oh. Volgend jaar ben jij de Sjaak. Helaas is dit nog niet het ergste leed dat sommige Jehovah's wordt aangedaan. Want er zijn ook veel verhalen van seksueel misbruik. Ik mocht niet mijn pyjama aan. Ik mocht mijn luchtbed niet opblazen. Ik moest naakt als 8-jarig meisje tussen hun inslapen. Hij was ouderling? Ja, hij was ouderling. Wat is er gebeurd? Ja, die heeft mij aangerand. Ja, en nu zou je kunnen denken, dit is crimineel. Er moet aangifte worden gedaan. Nou, dat ligt een beetje ingewikkeld bij de Jehovah's getuigen. De kerk kent een eigen rechtssysteem. Een verdachte van seksueel misbruik wordt niet aangegeven bij de politie. Zo iemand verschijnt voor een interne rechtbank. Slachtoffers worden soms ook ontmoedigd om naar de politie te stappen. Ja, dat is slim, hè? Je schrijft je eigen versie van de Bijbel, verzint je eigen regels en als die worden overtreden, ga je naar je eigen rechtbank. En, verrassing, die rechtbank oordeelt vaak nogal mild. Hoe gaat zo'n proces eigenlijk in zijn werk? Een aantal ouderlingen, oudere mannen zijn dat ook, die voor je zitten. En jij moet in je eentje, of erger nog, met de dader, in onze tijd tenminste, moest je daar zitten en je verhaal doen in detail. En bij mij zaten alle tweede daders erbij. Oké, je moet dus voor een neprechtbank met de daders erbij in detail je verhaal doen. Oké, dit lijken me allemaal hele goede redenen om uit deze club te stappen. Maar ook dat is een probleem bij de Jehovah's. Want als je eruit stapt of eruit wordt gezet, heeft dat hele serieuze consequenties. Dat betekent dat je uitgesloten wordt. Mm-hmm. Dat heeft als gevolg dat je geen contact mag hebben met je sociale omgeving. Je sociale omgeving wordt eigenlijk... Maar dat is dus ook je familie? Precies, exact. Je vrienden, familie. En toen zei mijn moeder, je bent nu dood voor God, dus je bent nu ook dood voor ons. Wauw. Is dit hoe God het bedoeld heeft? Welkom in het paradijs. Wat ik zo goed aan jou vond, is dat je het contact met je kind hebt verbroken en dat je een paarse tovenaarspop in de kliko hebt gegooid. Dus kom binnen. We rijden hier trouwens links. Kijk, dat ze geen verjaardagen vieren en een beetje langs de deuren gaan, dat moeten ze natuurlijk zelf weten. Hè? Geloof lekker wat je wilt. Maar mensen kapot negeren als ze niet meer bij jouw club willen horen en seksueel misbruik mild veroordelen in een zelfbedachte rechtbank, dat is gewoon kwaadaardig. En misschien denken deze mensen dat ze in de hemel komen, maar een hemel met 144.000 Jehovah's klinkt eerder als de hel. Nou, goed. Om hier verder over te praten, hebben wij iemand uitgenodigd. Hij weet alles over de Jehovah's getuigen en heeft misschien ook wel een oplossing. Dames en heren, laat je horen voor zijn magische heerlijkheid, Sparlock! Sparlock! Hey! Wat leuk dat je er bent, man. Dankjewel. Ja, wat ben je aan het doen? Ja, gewoon toveren.
He? Ik ben Sparlok, de vechtende tovenaar. Ja, oké. Okay. wat leuk dat je er bent. Ja, ik vind het ook leuk om er te zijn, dankjewel. Ja, wat ruik ik trouwens? Sorry. Dat is die kliko. Daar heb ik een paar jaar in gelegen en die geur krijg je nooit meer uit je kleren. Nee, okay. Nee, we hebben die beelden gezien, ja. Maar goed, Sparlok, jij hebt dus bij de Jehovah-getuigen gezeten. Wow. Ik heb er niet bij gezeten. Ik heb er een tijdje gelogeerd. En hoe heftig was dat? Nou, ik heb één keer een grap gemaakt over een interne rechtbank. Oh, wat voor grap? Wat dan? Ja, ik weet niet meer precies. Iets met de pijpende rechter, geloof ik. Oh, okay. Ik vond het wel leuk, maar zij konden er niet om lachen. Oké, okay. En toen? Nou ja, toen had ik ook al laten vallen dat ik 328 jaar oud ben. Dus dat werden heel wat stokslagen. Jeetje. Maar jij hebt daar dus een tijdje gelogeerd. En wat kunnen mensen nou volgens jou doen tegen al die misstanden bij de Jehovah's? Niks. Je kunt die lui niet veranderen. Het enige wat je kan doen is stickers. Stickers? Stickers, ja. Kijk, hier. Ik sta erop. Ja. En pieuw pieuw. Ja. Dat zeg ik heel vaak. Ja. Pieuw pieuw. Ja, dat zeg je al. Ja. Dat zeg je heel vaak, ja. En wat doen we dan met die stickers? Nou, die plak je naast je bel. Ja. En daarmee zeg je eigenlijk, wij zijn niet van Team Jehovah. Wij zijn van Team Sparlok. Hey. Tegen het negeren van ex-Jehovah's. Tegen eigen rechtbanken die kindermisbruik niet veroordelen. Dus niet aanbellen. En steek dat hele paradijs maar lekker in je hol. Pieuw, pieuw. Ja. En waar kunnen mensen die stickers vinden? Op www.sparlok.nl. Ja. Dat is met CK. Ja. En er staat ook een poster op achter je raam. En daar staat ook pieuw pieuw op. Ja, heb je die posters ook? Wacht, ik zal ze even voor jou toveren. Pieuw, 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 zitten daar. Oh ja, hier zijn de posters. Ja. Nou ja, zeg. Dat zijn allemaal posters. Wat leuk. Goed, nou dankjewel. Beste mensen, geef me een groot applaus. Sparlok! En tot zover! Oké, dat was hem. Het allerlaatste filmpje op YouTube. Je hebt alles gezien. Bizar, er zit niks anders op dan verder te kijken op NPO Start. Er staan nog veel meer. Zoals hele uitzendingen van de avondshow. Veel plezier.